Ik ga even ernaast. Ik ga het even ernaast zetten. Ja, dat is echt waar. Misschien, Mart, ik weet, misschien moet je het van die kant nemen. Kijk. Ja, dit is nieuw. Ja, dit is mooi. Het ruikt nieuw. Mooi, hè? Het is nieuw. Ja, dit is fantastisch. Nou, Rick, we staan inmiddels in jouw privédomein, bij jouw huis. We hebben even ons buikje rondgegeten. Zo is het. Bij mij kan er niks meer bij. Bij mij ook niet. We hebben 2 schalen sushi opgegeten, mensen. Het was heerlijk. Top. We staan hier voor jouw indrukwekkende huis, moet ik zeggen. Voor iemand van 29. Een huis, ik zal de prijs niet noemen, maar het is een serieuze prijs. Een tonnetje of 6 verder. Mag wel even wat noemen hoor, het is niet erg. €400.000 kost die auto nu. Mensen, welkom weer bij een pure luxe video. We rijden vandaag in een Lexus LS 500h. Dat is toch eigenlijk de grootste Lexus die er is. En daarmee proberen ze eigenlijk al jaren de concurrentie aan te gaan met Mercedes S-klasse, BMW 7-serie en natuurlijk de Audi A8. Een moeilijke strijd, want ja, je ziet ze nou eenmaal niet zo heel vaak, deze auto's. Terwijl het wel een perfecte auto is. Geloof me, alles is perfect afgewerkt. Alles zit erop. Ventilatiestoelen, massages. Ook achterin. Ik ga dan zo lekker ook even achterin zitten. Vorige week hadden we natuurlijk een Lamborghini. Die is ook wat sneller. Een compleet andere auto. Maar ja, waar zijn we aanbeland? We zijn aanbeland in het Brabantse Vught bij Den Bosch. En wij zijn onderweg naar Rick van Stippend. En dat is eigenlijk een jongen, 29 pas, die inmiddels miljonair geworden is met autopoetsen. Dus letterlijk van autopoetser naar miljonair. Niet lullen, maar poetsen. We gaan hem even het hemd van het lijf vragen, want ik wil wel eens weten, hoe doe je dat? En hoe heeft hij in godsnaam zo'n grote autocollectie opgebouwd van 38 fabrieksnieuwe auto's? Want dat is zijn business van Stippt Polish Point, zo heet zijn bedrijf. Stippt Polish Point, moet ik zeggen. Die maken eigenlijk auto's van oude staat of slechte staat, oud en nieuw, naar fabrieksnieuwe staat. Dus heel interessant. Ik ga nog even achterin zitten, maar we gaan naar Rick toe. Nou mensen, snel naar binnen, want het begint hier te gieten hier in Vught. Dus ik ben benieuwd of Rick er is, maar ja, daar is hij natuurlijk al. Floris, goedemiddag. Rick, welkom. Van Stippend. Ja. Stippt Polish Point. In Vught. In Vught, daar zijn we. Dat mooie Brabant waar ik heel vaak kom. Dus ik dacht eigenlijk, je staat met worstenbroodjes voor me klaar of met bossenbollen. Maar ja. Of wat ik die moet doen. Nee, jij bent de Brabant. Helaas vergeten. Ja. Volgende keer beter. Gaan we doen. Gaan we doen. Zeg, we staan hier bij jouw bedrijf. Ja. In Vught nogmaals. Dit is de receptie. Dit is de receptie. En daar werkt Marie-Louise. Ja. Ja. Onze front office manager. Kijk eens aan. Is het leuk werken hier? Doe maar zo als het goed is hoor. Ja. Meestal wel. Ik heb kort in de auto even uitgelegd. Je hebt natuurlijk een prachtige shop. Daar komen we zo direct nog even op terug. We lopen er ook even doorheen. Mm-hmm. Maar waar je vooral bekend mee bent geworden is het fabrieksnieuw maken van auto's. Dat zijn natuurlijk niet nieuwe auto's, maar een auto van 5 jaar oud die al een tijdje gereden heeft. Of een auto van 20, 30 jaar oud. Het zijn meestal youngtimers of oldtimers. Ja. Dus zeg maar 15 tot 25 jaar oud. Dat zullen we gelijk de ronde maken? Leuk. Want komt verder. Daar gaat het eigenlijk om. Daar gaat het om. Hier zie ik jouw collectie. Er komt ook nog een leuke winactie aan zo direct, mensen. Een serieuze winactie die niet goedkoop is. Maar dat laten we zo direct hebben. Dat laten we zo direct zien. Allereerst welkom in onze werkplaats. Ja. Dit is eigenlijk het eerste stuk waar wij auto's demonteren, de eerste inspectie doen. Ja. Om een auto natuurlijk binnen alle zorgmaatregelen om hem echt nieuw te krijgen. Want een auto van 15 of 25 jaar oud, daar komt heel wat bij kijken om hem naar een dergelijk hoog niveau te krijgen. Ja. Dus, maar dat zou ik je zo ook heel graag willen laten zien. Bijvoorbeeld hier staat een fantastisch, een Murcielago. Die hebben wij 2 jaar geleden helemaal aangepakt. En die man rijdt daar gewoon praktisch dagelijks mee. Ja, is dat te doen? Persoonlijk vind ik van niet. Ja. Ik vind het meer een zaterdag-zondag auto. Ja. Maar het zijn wel perfectionisten. Ja. En dat is het leuke. Ja, het is ook wel een mooi kleurtje dit. Dus er is er maar eentje van. Als u de kleur weet, het is dus een originele Ferrari kleur. Ferrari op een Lamborghini. Op een Lamborghini. Nou, laat even weten in de comments om welke originele Ferrari kleur het gaat die op deze Lamborghini zit. En is heel veel geleverd op een 360 Modena. Oké. Okay. Even terugkomend, wat mij opvalt.
het lijkt wel een operatiekamer hier. Het is niet schoon. Wie poets je de hele dag? Doe je dat zelf? Maggie doet dat. Dat is onze fulltime. Die begint om 7 uur, dan om 1 uur nog een keer. Van 8 tot 6, iedere dag. De hele dag. Ja, de en die heeft zich nu is ze even weggemopt. Ja, nu heb ik ze ergens in een hokje. Nee, maar dat is een. Ja, dat is gewoon een hartstikke lieve tante die hier gewoon 40 uur per week poetst. Letterlijk. Ja. Ik hou van schoon, reinheid, structuur. En dat is eigenlijk iets wat niet standaard is in een garage meestal. Ja. Maar ik vind het wel, op het moment als de werkplaats opgeruimd is, dan heb je ook structuur in je hoofd en kun je je werk ook optimaal uitvoeren. Dat is helemaal waar. Maar dat is echt. Want opgeruimd staat netjes. Juist. We gaan even naar jouw eerste auto. Dat vond ik al gelijk een indrukwekkend verhaal. En dan kan je gelijk eens uitleggen hoe jouw hele bedrijf begonnen is. Hoe je eigenlijk is ontstaan. Van poetser naar miljonair bent gegaan. Hè? Alhoewel je dat niet graag hoort. Nee, dat hoor ik niet graag. Oké. Okay. Nou, dan kom maar eens kijken bij een van mijn pareltjes. Ja? Een 348 TS. Dat is alweer bijna 10 jaar terug. Ja? Kocht ik een 348 TB. En de T staat voor transversale en de B voor berlinetta. Transversale betekent dat een 348 een dwarsgeplaatste versnellingsbak heeft. En de B van berlinetta, coupé. 8 cilinders. En deze S stond voor spider dus. Juist. Dus vandaar het spiderdak. Ja, klopt. En voor hoeveel kocht jij die toen? Gewoon even voor de weet. €16.500. Dat kan niet. Ik denk dat jullie het niet geloven, maar is echt waar. Dat 2005. Ja, dat zweer ik. Maar dan kan ik begrijpen dat je hem op je 18e misschien een klein beetje kon betalen. Alhoewel dat niet iedere 18-jarige heeft dat. Daar heb ik ook een heel klein beetje geluk mee gehad met die auto. Alleen is het wel zo dat hij in een bijzonder slechte staat was. Ja, dat geloof ik. En ik eigenlijk heel veel heb geleerd. Want ik had daarvoor poetsen ik, hè, heel vaak auto's. Ik onderbreek je even. Je bent begonnen namelijk op je 12e met 12 jaar oud. Dus dat is weer 6 jaar daar weer voor. Dus je was een commercieel baasje, maar je vroeg op je 12e geld. Commercieel baasje wil ik niet helemaal zeggen, maar ik poetste auto's. Vaak als wij met mijn ouders, dat klinkt misschien een beetje autistisch, maar als wij dan ergens naartoe gingen en mijn ouders zaten binnen, dan ging ik buiten de auto poetsen van ooms, tantes, kennissen, waar we op dat moment waren. En dit heb ik wel helemaal aangepakt. Ik heb overigens die tapijtjes nog helemaal nagemaakt, want die waren helaas origineel niet meer leverbaar. Nou, dat kan ook wel met een auto van bijna 30 jaar oud. Het leer hebben we volledig gereinigd en gerenoveerd. We hebben alle plakdelen aangepakt. Dus overigens ook, dat zul jij denk ik Floris zelf ook wel weten. Ja. Heb je niet vaak als je in een oudere Ferrari stapt, dat al die kunststofdelen plakken? Heb je dat wel eens gehad? Nou, ik moet je eerlijk bekennen, is namelijk bij 8 van de 10 Ferrari's. Ik rijd niet vaak in oude Ferrari's. Oké, maar je rijdt altijd met nieuwe Ferrari's. Nou, het valt ook wel mee. Ik rijd niet zo heel vaak Ferrari, daar ben ik heel eerlijk in. Oké. Maar dat is een bekend probleem, want er zitten weekmakers in en dat gaat altijd plakken. En als je het in je pantalon of in je hemd of wat dan ook rijdt, het gaat er nooit meer uit. Dus dat repareren wij bij heel veel Ferrari's en dat hebben we dus ook bij deze gedaan. Ik ben echt een man van details. Perfectionisme, je kunt er maar overal tussen kijken. Ja. Je krijgt nergens echt geen zwarte handen van. Nee. Wij sleutelen altijd met handschoenen. Ja. Maar je bent vooral natuurlijk terugbrengen in een showroom staat of in nieuw staat. Nou, want showroom staat is vaak een slechte staat. Nee, dat speelt met je eens. Ja. Okay. Maar dat is dus vooral cosmetisch. Hè? Je bent niet esthetisch. Als ik een Ferrari die helemaal kapot is, die motor, dan laat je er een ander doen. Nee, eigenlijk moet je het zo zien als een auto goed rijdt, maar er niet als nieuw uitziet. Ja. En die auto komt hier naartoe, dan maken wij hem echt als nieuw. Dat je instapt, dat je letterlijk terug in de tijd gaat. Ja. Dat is hetgene wat Stip Hollis Point doet, als ik het kort moet omschrijven. Ik klap nu deze scène gewoon dicht. Ja, klap deze scène dicht. Op naar de volgende. Nou Rick, het is allemaal indrukwekkend. Hier zit overigens... Hier zit Rob de cameraman. Ja. Die is onze nieuwe video aan het editen. Kijk. Van, Rob, gaat het allemaal goed? Hey, ja, gaat het goed? Ja, je edit ook? Ja, zeker. Elke week weer. Is er mee te werken met deze man? Ja, ik ben er iemand 3 dagen. Ja, gelukkig maar. En dat is niet zonder reden, denk ik. Ja, nou, succes. Ja. Mooi is dat, nou, hè? Nou, ga dus even laten zien hoe een fabrieksnieuwe onderkant eruit ziet. Juist. Ik heb je daarnet inderdaad motorruimte, interieur laten zien. Weer een heerlijke 8-cilinder trouwens. Weer een heerlijke, maar dit heb jij nog nooit gezien. Wat? Vertel. Kom eens even dichterbij. Kijk hier eens onder. Maar dit heb jij nog nooit gezien. Nee, dit maar wil ik even beter bekijken. Dus als jij dit monster even naar achteren rijdt. Ja, nou, dan ga ik even de sleutel pakken. V8. Nog steeds de lekkerste motor die er is natuurlijk. Nou, dus hier draait het om, hè? Dit is jouw unieke expertise. Dit is het fundament van een auto. Ja. Maar dingen die echt opvallen is bijvoorbeeld hier onder de eerste bitumenlaag, dat die helemaal blinkt. Ja. De remleidingen.
Achter de remklauwen, dus hier kun je ook echt zien dat zelfs de remklauwen achterin, er zit nergens geen spuitnevel en dat verklaart ook dat we alles demonteren. Ja, dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is dus vaak niet zo. Het is een rotwerk ook, hè? Ja. Want hoe lang doe je erover? Gemiddeld voor ja, even deze bodem met twee man ongeveer 2 weken. Ja, dit is natuurlijk gewoon het hart van jouw bedrijf. Ja. Dit vind ik ook wel heel speciaal. Dat je hebt een auto toch? En je brengt... Heb je dit ooit eerder gezien, eerlijk? Nou, ik heb natuurlijk een paar van je films gezien. Op RTL Autowereld heb ik je een paar keer voorbij zien komen. Dat ziet er echt indrukwekkend uit, moet ik echt zeggen. Nou, we moeten door. Ja, we moeten door. Dus het businessmodel van het bedrijf is eigenlijk gewoon heel duidelijk. Poetsen 3.0, namelijk het fabrieksnieuw maken. Ja, dit is pure passie. Zo ben je ook eigenlijk begonnen. En dat werk doe ik nog steeds, iedere dag. Ja? Ja. Maar, hè, dat mag je best hebben. Ja, mag dat. Zijn, waar ook wel behoorlijk wat mee verdiend wordt, zo niet ruim meer dan de helft, denk ik, is jouw webshop. Ja, dat klopt. Ja. Hey, maar dat loopt toch ook. Kijk, zoals Joel Beukers en Mobicep hebben hun poedertjes, waar je natuurlijk een leuke business, want dat heb je iedere keer opnieuw nodig. Nee. Heb jij jouw schoonmaakproducten, mag ik het zo zeggen? Ja, ik zal jou eerlijk vertellen dat ik dat van tevoren nooit zo had bedacht. Het enige wat ik wist is dat ik een auto nieuw kon maken. En ik heel veel mensen had die dat wilden hebben. Die hun auto ook zo wilden hebben. Alleen, ja, wij tellen €65 ex-BTW per uur. Dus tel uit als je 300 uur bezig bent, je bent altijd 20.000 euro verder. Heb je wel een nieuwe auto. Dat klopt, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus toen dacht ik heel sec, heel simpel, kijk naar een artiest. Iemand die zingt, bijvoorbeeld een André Hazes. Die kun je bellen, dan zegt hij van, joh Rick, dat kost €20.000, dan kom ik een half uurtje zingen. Dat kan. Maar je kunt ook een cd kopen of je kunt ook op Spotify luisteren. En zo dacht ik van, kan ik nou niet iets bedenken? Dus producten die ik zelf heb bedacht, loop der jaren, eigen mengseltjes, goed laten keuren en dat op de markt brengen. Nou, dit is dus Stipolles Point Shop, de plek waar dat alle orders... iedere dag weer ingepakt worden. Het zijn er nogal wat dus. Ja, dat varieert heel erg afhankelijk van de content, acties die we doen. Ja. Maar ja, iedere dag staan hier wel gewoon 3-4 mensen gewoon letterlijk in te pakken. Ja. Ja. En dan hebben we nog onze webshop manager Mark, die zit daarachter. Mark, gaat het goed? Hartstikke goed. Zeker. Ja, is het een beetje druk in de shop? Het is druk. Ja? Ja. Ja. We moeten eigenlijk, zie ik nu, Rick, we moeten zo'n emmertje meenemen. Ja, dat mag. Want mochten we nog sabreren en het lukt, dan kunnen we hier mooi sabreren, het ijs in doen. Ja, ja, maar dat zien goed. We zo wel even. Ja, dat is goed. Oké, dus hier hebben we alles ingepakt. Ja. Wat is het best verkochte product? Interior Mat Cleaner, daar lopen we nu langs. Dat is deze. En dat is mijn eigen sapje. Ja. En daar krijg je dus je stuur, stoelen, dus alle lederen delen in je auto mee mat. Oké, mat. Mat. Want dat wil je juist, dat glimmen is zo lelijk. Je hebt nou een prachtige Lexus bij je. Ja. En als die auto nieuw is, dan is jouw stuur mat. Ja. Ga je er iemand 10 jaar mee laten sturen, dan heb je zo'n vies plakkend stuur. Zo'n blinkend stuur. En met dit product haal je dat weg. En dat verkoop ik eigenlijk wereldwijd. Dus als je zegt, wat is dan de bestseller? Nou ja, deze. Kosten? €19. Nou, dat valt allemaal wel mee. Ja. €19,95. We lopen nu overigens door het gedeelte waar zo direct een winactie ontstaat. Maar daarover later meer. Oh, maar daarover later meer. Ja, nee, oké. Want we gaan nu even naar jouw kantoor boven, in de vergaderruimte. Nou ja, dit is mijn kantoor. Dus daar komt eigenlijk praktisch nooit iemand. Alleen klanten, vergaderingen, overleggen. Ik kan daar nog altijd een hele leuke presentatie geven. Ja. Hier zit jij. Financiën, dat doe ik zelf nog steeds. En, het maar er komt nu een enorme ik wil het zeggen, ja. Het valt dus mocht u een soort storing horen, het giet hier momenteel op dit... dak, nou ja, whatever. Ja, want het zit natuurlijk helemaal letterlijk hier boven in het gebouw. Gaten. Ja, hier kan ik alles zien. Dus wie dat er binnenkomt, wie dat er aan het werk is. Zeg Rick, maar de kijkers willen natuurlijk wel een beetje weten. Niet om stoer of overdreven te doen, maar je bent 29. Je hebt het best wel goed geregeld al. Ja. En het pand waar we nu in staan, heb je ook gekocht. Dat is natuurlijk slim. Dus als jij wat geld verdient, neem aan dat je dat onder andere zo gedaan in je leven hebt, dan koop je het vastgoed indien mogelijk. Ja. Ja, ik heb in 2017 het eerste stuk gekocht. En eigenlijk al die tijd mijn geld opgespaard. En uiteindelijk mijn achterbuurman en daarna mijn zij-achterbuurman uitgekocht. Ja. Dus dat resulteert nu in een soort L-vorm. Zo nou, dat is slim. En ook hier ga je uiteindelijk weg, want je hebt een stuk grond gekocht in Veen. Dat is ergens in Veen, boven Waalwijk volgens mij. Ja, klopt. Ja? Ja, klopt. Net boven Heusden. Maar ook gekocht. Weet je. Ook gekocht. En dan ga je bouwen 80 meter lang keer 30. 81 bij 31. Dat is dus met een etage erbij 4200 meter.
klopt. Dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd, nee. En dan ga je dit natuurlijk houden, want je bent slim. Hè? Dus daar mensen, hoe word je op jonge leeftijd miljonair? Is te simpel, maar toch is het zo. Nou ja, je bouwt het op. Je bouwt ondernemen. Het op met poetsen. Ja. Niet poetsen, maar niet lullen, maar poetsen. Ja, niet lullen, de auto's die je hebt gekocht, vaak bewaren. Ja. Ja, het is natuurlijk een Rotterdamse uitdrukking volgens mij. Niet lullen, maar poetsen. En zonder poetsen geen zonneschijn of zonder poetsen geen glim. Weet jij het? Mensen, het is zonder poetsen geen... Nou ja, laat het even achter in de comments. Dan weten we dat ook weer. Ja. Maar je moet natuurlijk, je bouwt het op. Ja. Die webshop erbij, je investeert in auto's. Ik heb nu een kleine brug toch gemaakt, had ik in de auto ook al gedaan. Je hebt natuurlijk zelf inmiddels een collectie van een autootje of 38. Zoiets, ja. Die zijn natuurlijk ook redelijk waardevast. En zeker na een fabrieksnieuwe behandeling. Ja, zeker weten. Ja. Dit is die Porsche waar je het over vertelde. We laten hem even dicht. Ja, we laten hem dicht. Maar ik weet wel zeker, als we hem openmaken, dan staan we hier over een half uur nog tegen. Ja, nee, dat moeten we niet hebben. Ik word nu al gek van je. Nee, wat fijn. In ieder bedrijf heb je wel een beetje een vieze ruimte. Want auto's die of getactileerd zijn, die volledig uit elkaar moeten, die 30 jaar in de modder gereden hebben, dan hoef ik jou niet te vertellen hoe dat eruit ziet. En dat gebeurt hier, dus het is hier niet helemaal schoon. Er staat hier wel een hele mooie auto. Ik wou net zeggen, dit is dus de meest besproken Audi RS6 van Nederland. Ja. Nog meer dan Don de Jongse RS6 en dat soort dingen, ja. Hè? Afgelopen weekend bijna 5000 reacties, echt waar. 5000, ik schrok me rot, letterlijk. Ja. Deze auto ga ik dus weggeven aan een van onze klanten. Maar heel eerlijk, want mensen zijn altijd, je hebt haters en likers, je kent dat. Ja, niet normaal, niet normaal. Je bent gewoon een eerlijke jongen, zo heb ik je ook ervaren vandaag. Ja. Je hebt deze auto gewoon gekocht. Aangekocht, letterlijk. En als jij een winactie doet die helemaal mislukt, dan zit jij met deze auto en je moet hem toch weggeven. En dan, dat kan gebeuren. Het is zo dat we richting het einde van het jaar gaan. 5 december, s'avonds om 7:30 live op Facebook, ga ik die auto weggeven. Sinterklaas. Sinterklaasavond. Doe je dan ook een mijt erop en zo? Nee. Ik ben wat dat betreft heel laag heel aan de grond. Ja, stipt ook. Ja. Iedereen die bij ons een bestelling plaatst in de shop van boven de 100 euro. En die krijgt dus ook een pakbon thuis en zijn producten. Maar wij printen die pakbon dus 2 keer uit. Ja. En die gaat in onze ton. Nou, ik hoop natuurlijk wel als ondernemer zijn dat die ton vol raakt en dan... Nou, je hoort eigenlijk dat er een ton waar geld ook in komt. Dan kan je het een beetje dekken natuurlijk, een klein beetje. Ja, zo is het. Qua bedrijf zijn, als ik dan het ondernemend technisch verhaal uit mag leggen kort. Ja. Ga eens een advertentiebudget aan op Facebook of op Instagram of op de televisie. Dat kost veel meer dan die RS6. Ja. En ik maak er ook nog eens een keer iemand heel erg blij mee. Ja. Helemaal goed. Nou mensen, dan zijn we inmiddels beland bij de winactie van deze week. En die zie ik al, die is niet mis, Rick. Die is zeker niet mis. Het is een all-inclusive pakket. Ja. Ter waarde van, ik dacht, €699. Ja, zeg maar €700. Ja. Volgens mij vinden mensen het ook wel leuk om een beetje te poetsen aan hun eigen auto. Dus mensen, wat moet je doen? Nou, zeg jij het maar. Raad op welke leeftijd dat ik ben begonnen met het poetsen van auto's. En dat hebben we zeker genoemd in deze video. Dus laat je antwoord achter in de comments. Doe het wel een beetje origineel natuurlijk. En nu je er toch bent, vond je het nou een leuke video, doe dan even die duimpjes omhoog. En abonneer je ook even op het kanaal. Eventueel het alarmpje aan, hoef je geen video meer te missen. En nu gaan we naar jouw collectie kijken. Gaan we doen. Nou Rick, we staan inmiddels in jouw privédomein, bij jouw huis. We hebben even ons buikje rondgegeten. Zo is het. Bij mij kan er niks meer bij. Bij mij ook niet. We hebben 2 schalen sushi opgegeten, mensen. Het was heerlijk. Top. We staan hier voor jou indrukwekkende huis, moet ik zeggen. Voor iemand van 29, een huis, ik zal de prijs niet noemen, maar het is een serieuze prijs. En mensen, een heerlijk zwembadje. We gaan natuurlijk even nog op het einde een mooie sabrage doen. Ja. Hoe lang woon je hier nou al? Iets meer dan een jaar. Oké. Okay. Ja. Ja. En ik zou bijna zeggen dat we nog een keer terug moeten komen voor een house tour, maar daar kan je nog even over nadenken. Ja, daar ga ik nog eventjes een nachtje over slapen. Vooralsnog houden we het even bij dat we naar die prachtige autocollectie weer gaan kijken. En die is achter ons in dit mooie gebouw. Ja, klopt. U ziet daar al een beetje de... Weet je welke weg dit is? Ja, dit is volgens mij Zwitserland richting de Italiaanse grens. Oké, dus nu noemen we het even de weg ernaartoe. Ja. En ik ga naar achter jou aan. Mart loopt met ons mee. Ja, welkom zou ik zeggen. Dit is mijn levenswerk eigenlijk. Ik durf hier niet schoon. Vies te maken. Nee. Is dat hier gelopen? Dan kan ik continu met het ding achter me aan gaan lopen, continu.
ook voor mijzelf nog steeds een beetje ongeloofwaardig. Maar, dit is dus jouw trots gewoon. Dit is echt mijn trots. Fabrieksnieuw, .3.8000, weet ik voor wat. Ja, het is elke auto die hier binnen staat is letterlijk nieuw. Ja. Allemaal heel weinig kilometers. Ik heb ze allemaal tot in de puntjes aangepakt. Ik koester ze nog dagelijks. Ja. Want wat men vaak denkt is als je een auto eenmaal nieuw gemaakt hebt, dat je er geen onderhoud meer aan hebt. Maar dat is dus niet zo. Nee. Ik heb hier dagelijks met heel veel plezier werk aan. Gaan ze af en toe ook aan? Moet je ze even starten? Allemaal. Regelmatig? Maandelijks. En daar gaan we nu mee beginnen. Kan je even, het zijn te veel auto's, dus zullen we er even een paar uitpikken? Ik zie hier even een rode Zeeb-serie, dat is meer uit mijn jeugd. Inderdaad, dat is meer jouw tijd. Is wel, dit vond ik toen zeer indrukwekkend. En dit is geweldig, hè? Want dit is een originele auto, ongerestaureerd, met 35.000 originele kilometers. En ruik eens binnen, moet je doen. Die auto is nieuw, kijk eens naar al het chroom. Ja. Dan heb ik al die avonduren met de hand staan poetsen en doen. Ja, Mart, of je doet het gelijk of je het zwijgt, het onderliggende beeld niet meer kijken. Ja, hier zat vroeger de directeur, rechtsachter natuurlijk ook, linksachter. En een schuifdak erin, dat is mooi. Maar die kleur, weet je hoe die heet? Het is een beetje calypso rood. Ja, die zag je dan weer niet vaak, maar je zag best wel in die tijd best wel Zeeb-series rijden, zoals je ze nu ook ziet rijden. Maar ik vind die hele grote auto's, ook bij een Jaguar XJ, in een knalkleur wel heel mooi altijd. Ja, dat kan ik, hier staat nog zo'n voorbeeld. Ik vind een W123 van zichzelf helemaal niet zo'n mooie auto. Nee. Maar... Kijk uit hier voor die draden. Ja, kijk uit. Alles ligt aan de lader. Alles start en loopt ook. Maar dit is de kleur Mimosen Gelb. En daar heeft die man destijds in 1978 een jaar lang op moeten wachten. Maar hij is dat was dus een soort individual kleur. Je hebt BMW Individual, Mercedes Designo en Audi Exclusive. Ja, maar dit is eigenlijk een Designo. Eigenlijk een Designo van de vroege jaren. Handgeschakeld. Handgeschakeld, weer een schuifdak en een coupé. Ik vind dit dus wel een mooie coupé, want dit raam gaat ook weer helemaal weg. Ja, ja. Dat vond ik ook bij de 500 SEC. Ja. Die vond ik ook prachtig. Het is gewoon heel mooi. Ja. Dus beginnend met een homologatieauto. Dat, een wat voor auto? Een homologatieauto. Ja. Dat is een auto die is ontwikkeld voor de racerij. Dus daar is een minimaal aantal van geproduceerd om hem te laten testen op de weg. En daar heb je dan dus hier een kostwoord van. Opvolgend. Het lijkt wel een soort dubbele barbecue hier op de taartschep. Ja. Taartschep, ja. Ja, ja, ik stond ooit bij een wasstraat mijn auto af te spuiten. Dus niet in de wasstraat, mocht je dat denken. Ja. En daar kwam een man naast me staan. Die zei, goh meneer, wat asociaal dat je met zo'n spoiler rijdt. Ik zei, ja maar meneer, dit is origineel. Ook die uitbouw is allemaal... Ja, helemaal origineel. Kom maar eens even kijken. Eigenlijk als je 18 of 19 bent, moet je maar dit is, hebben. Kijk uit voor de kabel. Mart, kijk jij vooral ook uit, anders laat het al die apparatuur op de grond. Ik doe even... Kijk. Oh, we gaan weer even de fabrieksnieuwe bodem bekijken. Ja, juist, ja. Kijk, hier is elk detail, hè. Alles is nieuw. En dit is een collectible, hè. En die zijn allemaal afgetrapt. En deze is gewoon heel nieuw. Deze is nieuw. Weinig kilometers ook? 27.000. Wow, wat kost zo'n ding nou nog? Wat kostte die ooit nieuw? Weet je, wat is er nog waard? Nieuw rond de 50.000. En nu gewoon meer? Nu ook 55.000 euro. Ja. Subaru bekend. Een van mijn favorieten staat hier, de Maserati Quattroporte. Ja, dat vind ik ook echt wel een auto voor jou. Ja, dat is werkelijk. Kan je nog steeds mee aankomen rijden? Ik vind de facelift van 2009-2010 de allermooiste in het zwart, GTS. Zal ik jou eens iets uitleggen? Ik kocht die auto een paar jaar geleden. Is het dual select dit? Ja, eigenlijk praktisch ook van mijn laatste centen. Ik zeg altijd, als je hier achterin gaat zitten... Ik heb mijn vingers hierop gedaan. Al heb je nog geen euro meer op de bank, als je hier gaat zitten, dan voel je je miljonair. Ik ga even ernaast. Ik ga even ernaast zitten. Ja, dat is echt waar. Misschien, Mart, ik weet misschien moet je het van die kant nemen. Kijk. Ja, dit is nieuw. Ja, dit is mooi. Het ruikt nieuw. Mooi, hè? Het is nieuw. Ja, dit is fantastisch. Ik moet eigenlijk, een droom van mij is om eigenlijk zo'n Quattroporte te nemen in 2010. Ja. En dan gaat hij naar jou toe en dan maak ik met jou een deal dat het ietsje scherper is. Weet ik veel, maar komen er wel uit. Zoiets, ja. Dit is wel heel mooi. En een leuk etentje erbij. Etentje erbij, dat blijft logeren, want je hebt ruimte zat, heb ik gezien. Ja. En dan komt het helemaal goed. Gaan we tante Pietje in de bos. Wordt hartstikke gezellig. Nou mensen, naar de volgende. Ja. Want het is veel te veel en veel te mooi allemaal. Nou, dan hangt daar in weer een Ford. Je bent echt Ford. Geef mij die Ford daaronder maar, die Mustang. Ja, die Mustang, ja. Daar zag ik er ook 10 van staan bij ome Joop in de Lier. Ja, klopt, ja.
En ja, nu is het al helaas een beeld gekomen, maar dat vind ik wel het grootste bewaarde geheim uit jouw hele collectie. Het is geen oude auto en je hebt hem ook niet fabrieksnieuw gemaakt. Nee, ik heb hem praktisch nieuw gekocht. Want je hebt hem bij Lauwman vandaan gehaald. Ja. Wat is dit voor kleur voor deze Lamborghini Aventador, mensen? De LP? Hoe heet die? Het is een Aventador S, een LP 740. Dus 740 pk? 741 pk, ja. En wat is de kleur? Want het is een hele speciale kleur. Dat, nou, ik denk dat ze dat wel mogen raden. Nou mensen, heel graag weer. Dit keer weer geen prijs meer, maar wel eeuwige roem. Ja. Dus laat prijzen even, zijn op. Prijzen laat zijn op. Wat moeten ze doen? Laat even achter in de... Comments. Nee, de commands natuurlijk. Oh, de commands. Dat maken we altijd. De commands. Voor de tiende keer. Hij is van binnen helemaal van bruin leer, inclusief stuurwiel en dashboard. En alle carbon delen die je carbon kon bestellen, heeft de eerste eigenaar dus ook aangevinkt. Zelfs de delen onder bij de stoelen die je zo eigenlijk niet ziet. Dashboard, tellerhuis, instaplijsten, luchtinlaten, skirts, achterbumper, voorbumper. Alles is van carbon, zelfs de bodemplaten zijn van carbon. Het is toch zo, als je een video over jou maakt, dat je dan een dag die auto mag lenen? Nee. Dat is niet zo? Oh, dat heb ik me helemaal vergist. Goed, Bart, we houden hem mee op. Ja, nuis. Ja, ik vind het een indrukwekkende... Een Huracan rijdt makkelijker, dat weten we ook. Ja, maar het is wel een beetje een vrouwenlambo. Oh, nou, daar ben ik ook gelijk klaar mee. Een tonnetje of 6 verder? Mag wel even wat noemen hoor, het is niet erg. 400.000 euro kost die auto nu. En dit is een van de enige performantes dit is in het de oude enige... model. Het is een iets ouder model. Ja, dit is eigenlijk de voorloper van de Huracan performante. Ja. Sterker nog, toen deze auto uitkwam, was de Huracan er al. Ja. Deze was ook ongeveer 50.000 euro duurder dan een nieuwe Huracan. Dus mensen bestelden allemaal een Huracan. Ja. Dit is dus wel een 5,2 liter V10. En er is er maar eentje op Nederlands kenteken geleverd. En die staat hier. En dat is deze. Nu de nostalgie. Ja. Vertel, wat is het verhaal? Ja, ja, eigenlijk ben ik maar gewoon een man van niks. Ik bedoel... Ja, dat is te zien ook. Ja. Ik heb twee fantastische ouders. En eigenlijk ben ik grootgebracht in deze bus. Om het dan zomaar te zeggen. Het is een Ford Transit. Die kochten wij nieuw 28 augustus 2003. Dus ik was net 11 jaar geworden. Ja. Eigenlijk mijn hele jeugd, tot en met mijn 18e, had mijn vader die bus. En ik poetste eigenlijk praktisch iedere dag die bus. Dus, en ik was daar heel erg zuinig op. En hij is uiteindelijk heel wat jaren weg geweest. Die bus is helemaal verpauperd geraakt. En uiteindelijk heb ik die bus weer terug weten te kopen. En toen heb ik hem helemaal gerestaureerd. Daar ben ik een half jaar lang mee bezig geweest. Maar het is eigenlijk de meest waardevolle auto die ik heb. Compleet overgespoten, alle kitnaden, randjes overnieuw aangebracht, alle kunststofstrips gerestaureerd, alle beschadigingen eraf gehaald, gewoon lekker weer 4 Michelin bandjes. Want er zaten natuurlijk weer van die Fukuyuki banden op, dat snap ik nooit. Ja, mensen, we liepen al bijna naar buiten, totdat Rick zegt, we zaten hier nog eigenlijk een van de mooiste BMW's. Ja. Een soort peperdure M3 met 8000 kilometer. Ja, een E46 M3 met inderdaad maar 8000 kilometer. Ja. Dat is wel echt uniek. Ja, dat is... En wat is zo'n peperduur aan? En mag ik vragen gewoon even een richtprijs? 100.000 euro. Dat is wel veel voor dit modelletje. Maar hij is helemaal echt serieus. Ja, maar deze... Ruik maar binnen. Deze is ik ga even ruiken, mensen. Kijk, jij doet sabreren. Ja, dit ruikt naar BMW nieuw. Ik ken dit wel. Ja, mooi is dat, die hè? Tijd. Maar dit is 2001. Dan moet je eens ruiken. Er zit geen geur te veel op, maar je ziet het gewoon, het nieuwe ervan afstralen. Maar we komen ook nog langs Bassie en Adriaan. Ja, oh ja, Bassie en Adriaan. Bassie, ja, Jezus. Jezus. Zo kan ik dus nooit stoppen. Nou, we komen langs Bassie en Adriaan en daarmee Basta. Ja. Maar dat is wel de mooiste Bassie en Adriaan auto van heel Nederland. Zo is het. Nou, dan kunnen we eindelijk, Rick, de keels een beetje nat maken. Ik vond het een hele leuke dag om mee te maken uit jouw leven. Nou, je ziet het al, de capsule wil er helemaal niet af. Maar nu wel. Ik gooi het even onherbiedig op de grond. Oh ja, echt? Oh. Ja, dan rijden we zo. Ik weet dat je helemaal apathisch wordt van viezigheid en ellende. Daarom ga ik nu nog even in je zwembad sabreren, dat je helemaal gek wordt. Ik gooi het ook nog even op de grond, om je nog gekker te maken. We zoeken de naad op, we steken de duim in de ziel van de fles. We hebben een Louis Reuderotje vandaag, dus een fantastische champagne. Mijn absolute favoriet. Kijken of het lukt nog één keer. Nee, dan gaan we nog een keer. Ja. Hey. Hoppakee. Nee, het gaat echt helemaal kliederen daarnaast, maar het maakt het uit vandaag. Kijk. Zo, u weet het, sabreren kan je leren. .nl eventueel. Ik pak een glaasje van jou. Ik wil je Cheers. Ontzettend bedanken voor deze dag. Jou ook en tot bedankt, de volgende keer. De duimpjes omhoog graag, mensen. Jullie ook bedankt. Ja, dat zag het al, de duimpjes omhoog. Abonneren graag, het zou ontzettend leuk zijn. Zet het alarmpje aan, hoef je helemaal geen video te missen.
We drinken nog een slok en dan gaan we nog even op het end naar het lawaai van de Aventador luisteren. Ja. Tot de volgende video.